ik ben de Open Rotterdam vlogger Anouk. En vandaag ben ik uitgenodigd bij het Rotterdams Open Doek Festival. Dit is een festival waarin allerlei films worden vertoond van jonge filmmakers. En waarbij je ook kunt spreken met de regisseurs. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga snel naar binnen, want volgens mij begint de film zo. Wat brengt jullie hier bij het festival? We hebben net de film Residence gezien. En mijn kleine zusje heeft daar al grim en make-up gedaan. Dus, ja. Oké. Hoe vind je het om je zusje haar werk zo te zien hier zo op het festival? Ja, joh, echt super gaaf, super gaaf. Ze, gisteren zei ze van ja, ik ben wel een beetje spannend over WhatsApp. En toen ging ik haar naam googlen. Ik zei nou, je staat gewoon op IMDb, dus, want zij heeft alle make-up van de hele film gedaan. Dus ze staat ook in de aftiteling erbij. Ja. Oh, wat gaaf. Dus, ja, dus het is wel heel gaaf. Ik ben de schrijver en regisseur van Residence. Dat is een speelfilm, een horror speelfilm. Oké. En hoe ben je op het idee gekomen om deze film te gaan maken? Ik hou heel erg van mysterie en thriller en toen zag ik een paar keer iets op het internet omtrent geluiden. En wat ik bijzonder vond is dat bijna iedereen een soort van rare versie van dat geluid maakte, zoals of tenminste van wat het kan zijn geweest. Toen dacht ik van nou ja, laten we gewoon daar een film over maken. En hoe vind je dat je film hier wordt laten zien? Ja, superleuk. Ik ben gisteren en eergisteren op het festival geweest. Super gaaf, Rotterdamse Open Doek Filmfestival. Leuke mensen leren kennen, leuke korte films, lange films gezien. En heel blij dat mijn film hier vertoond mag worden. De eerste film die is achter de rug. En als het goed is worden nu de films van 1 minuut vertoond. Dus ik ga daar nu even kijken. Een van de hoofdrollen van de film Bronstijd van Thomas Pascheneger. U bent een van de hoofdrollen. Een van de hoofdrolspelers. Wow, ja. Wauw. En hoe vindt u het om hier zo die film op een festival te laten vertonen? Ik vind het heel bijzonder. Ja. Ja. Vindt u het ook spannend om straks te gaan kijken? Ja, want ik heb hem nog niet gezien. Oh, echt? Ik heb hem nog niet geëdit gezien. Dus ik vind het echt, ik heb zoiets van, hoe gaat het uitzien? Oh, dus, wauw. Ja, leuk. Spannend. Ik vind het spannend, maar ook wel heel erg leuk. Misschien ga ik hem straks ook wel even kijken. Ik ben wel benieuwd. Ja, is goed. Nou, ook de laatste film die zit erop. Er wordt nog veel meer gespeeld, maar ik begin een beetje moe te raken. Dus ik ga lekker naar huis. Ik vond het leuk. Volgens mij vond de rest het ook heel erg leuk die er was. De filmmakers, de hoofdrolspelers, de kijkers. Ik vind het welletjes geweest.